Beste allemaal, wat een jaar hebben we achter de rug. Een jaar waarin alles anders ging dan dat we gedacht hadden. Anders werken, anders sporten, anders naar school. Een jaar waarin we elkaar minder konden ontmoeten en waarin we letterlijk afstand van elkaar moesten nemen. Een jaar ook waarin verlies, verdriet en ziekte een grote rol speelden. En de donkere dagen rond kerst werden nog net iets donkerder vanwege de lockdown. Ook in 2021 zijn we hier nog niet vanaf. Ondernemers hebben het zwaar. En thuis zetten we alle zeilen bij om thuiswerken en onderwijs aan onze kinderen te combineren. Er wordt keihard gewerkt in de zorg. En ondertussen wordt de reguliere zorg afgeschaald. Wat zijn we toe aan verandering? Aan hoop? Wat hopen we dat het vaccinatieprogramma zoden aan de dijk gaat zetten? En dat we de besmettingen in de tweede golf in kunnen dammen? Ja, we zijn toe aan lichtpuntjes. En in de verte kunnen we ze zien. We zijn er nog niet, maar we komen er zeker dichterbij. Gelukkig, ondertussen zijn er ook nu heel dichtbij lichtpuntjes waar we ons aan vast kunnen houden. Kinderen die kerstkaarten rondbrachten aan hun buren om hen een hart onder de riem te steken. Een lichtje ophalen bij kinderboerderij Het Weidje om door te geven aan een ander. Een groot hart op onze lassiefabriek. De bingo-tocht in Jisp of de hoefijzerspeurtocht in Oost-Groenendam. Dit is precies hoe ik u de afgelopen periode heb leren kennen. Wormerlanders steunen elkaar, reiken de hand uit naar elkaar. Ik ben zo ontzettend blij en trots op de initiatieven die ik gezien heb. En ik wil u vragen, houd dat vast. Want samen gaan we 2021 in. Dat is in ieder geval zeker. Ik wens u een heel hoopvol, prachtig en vooral gezond 2021.